Mensen met een beperking moeten als alle andere burgers gelijke rechten genieten. Bewustwording hierover is zeer belangrijk, vandaar dat gisteren een bewustwordingsloop werd gehouden. De organisatie van deze Stop Racisme en Discriminatie bewustwordingsloop lag bij de Stichting Platform Integrale Samenwerking van Organisaties met een Speciale Hulpvraag, ISOS, in samenwerking met het CARICOM Jeugdambassadeursprogramma van Suriname. De aanleiding was de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, die jaarlijks op 21 maart wordt herdacht. Voorzitter van de ISOS, Bianca Graskamp, noemt het betrekken van deze doelgroep essentieel, omdat het mensen zijn die dezelfde rechten moeten hebben als elke andere burger. Wij moeten ervoor zorg dragen dat gebouwen, bedrijven, kantoren toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Ze hebben ook recht op onderwijs, recht op recreatie en sport. Ze hebben ook recht op goede huisvesting en voornamelijk goede voeding. Ze willen ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Maar wij moeten hun een helpende hand bieden. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de regering deze doelgroep als prioriteit ziet en daarom alles in haar werk wil stellen om hulp te bieden. Volgens de vice-president moet er een halt worden toegeroepen aan de discriminatie op welk gebied dan ook tegen deze doelgroep. Kijk maar naar sport in de wereld, dan zie je ook dat in bepaalde landen ook deze mensen worden meegenomen in hun plannen. Dat willen we ook in Suriname doen, dat we vragen naar die organisatie, vooral die sportorganisaties, om in accommodatie zodanig in te richten dat ook deze mensen kunnen meedoen. De vicepresident riep op het goede werk te blijven voortzetten, beginnende met ondersteuning aan zulke initiatieven vanuit de regering. Na het officieel gedeelte werd het startsein gegeven voor de loop.